Hey, ik ben Glenn, geïnteresseerd in technologie, maar nog meer in de impact van die technologie op mens, organisatie, businessmodel en maatschappij. Welkom bij Wiseman, een full-service digital agency, maar net iets anders. Al 10 jaar helpen startups alsof het de onze zijn op vlak van strategie, development en marketing. Hey, ik ben Katrijn, digitaal strategie bij Wiseman en werk graag samen met startups. Ondertussen zijn we met 130 digital natives niet meer echt jong en onbezonnen. Maar het start-up-gen raast wel nog door ons DNA. Dat merk je aan alles wat we hier doen. Onze pragmatische aanpak, aangename cultuur of no-nonsense resultaatgerichtheid. Onze missie luidt Making Waves. Daarmee doelen we op co-creatie en positieve impact. Technologie is geen doel op zich, maar moet je ambities waarmaken. Nog maar enkele maanden zijn we officieel partner van Started at KBC. Maar al eeuwig zijn we een sparringspartner voor onze start-ups. We weten als geen ander dat een digitaal product bouwen maar de helft van het verhaal is. Op al die jaren hebben we ons hard geamuseerd, maar we hebben ook veel bijgeleerd. We delen met plezier enkele tips hoe het niet moet. Tip 1. Betrek je eindgebruikers niet. Want het is per slot van rekening jouw idee. Waarom energie stoppen in focusgroepen of diepte-interviews als je toch weet waar je heen wil? Kost enkel tijd, geld en energie. Je start-up is geen democratie, hè? Tip 2. Niet spieken. Er is geen ton research beschikbaar over wat een start-up al dan niet succesvol maakt. Personalisatie, ecosystemen, sustainability of embedded services zijn zo passé. Leuk idee, die OnlyFans, itsmeandbol.com, maar jij zit in een heel andere sector, nietwaar? Tip nummer 3. User experience, dat is eigenlijk overrated. Allee, een paar extra kliks, dat gaat het verschil toch niet maken. Uw klanten die zullen heus wel begrijpen dat een consistente en frictieloze ervaring dat voor de volgende release is. Psychologisch onderbouwde UX-principes zijn heus niet van toepassing op jou, want gebruikers hebben tonnen geduld. Tip 4. Wacht met lanceren tot uw product volledig tot in de puntjes is uitgewerkt. Die ene kleine feature die waarschijnlijk niemand opvalt, is echt het uitstellen waard en uw concurrenten in de markt die wachten wel. Perfectie, dat is waar we naar streven. Itereren en experimenteren is compleet uit de boze. Prototyping. Who needs it, right? Tip 5. Steek geen tijd en energie in branding en marketing. Een goed product of service verkoopt gewoon zichzelf. En mond-tot-mond reclame werkt nog altijd het beste. Als jij nu iets vertelt tegen uw 10 vrienden, en die vertellen het tegen hun 10 vrienden, en die vertellen het nog eens aan die 10 vrienden, en dan nog eens aan hun hele familie en de mensen van de basket en zo, dan weet iedereen het ook wel gewoon. En met de rest van het advertentiebudget gaat je gewoon naar Ibiza. En daar vertelt je het ook nog eens aan 10 mensen, snap je? Internationaal. Digitaal is het nieuwe normaal. Meer nog, het maakt of kraakt je start-up. Daag ons gerust uit jouw verhaal een niveautje hoger te tillen. Je kan bij ons terecht voor. Ideation en validatie. Sparren en challengen van je idee. Ontwikkeling van je digitale product. Of dat nu een app, website, webplatform, chatbot, AI of IoT-platform is. Agile en design-driven natuurlijk. MVP-bepaling. En in het kaart brengen van je digitale roadmap. De ROI van je digitaal maximaliseren. Het in de markt zetten van je start-up. De boodschap fine-tunen en gebruikers vinden. Anders gezegd, brandbuilding, brandactivatie. School.